Jonas, was voor jou afgelopen zondag tegen Vitesse ook een wedstrijd om snel te vergeten? Ja, als je tegen 10 man verliest, ga je met een gevoel van het veld waar je denkt van ja, dat moeten we snel vergeten. Maar ja, in voetbal is het mooi dat je 1 week later weer de kans heeft om het weer goed te maken. Hè? Maar ik denk dat is ook gewoon een probleem van een jonge ploeg, dat je moet leren om constant te spelen. En dat hebben wij 2 wedstrijden gedaan, de derde niet meer. En dat moeten wij natuurlijk verbeteren. Het gaat erom om weer terug naar de basis te gaan, om weer tegen AZ als team op het veld te staan. Dat is het belangrijkste, vooral tegen zo'n goed ploeg als AZ. Het is belangrijk dat je verdedigend goed staat, dat je niet weer 1 of 2 doelpunten tegenkrijgt. En als je voorne een kans krijgt en die afmaakt, ja, dan kan het ook zomaar 1-0 staan. En dat is genoeg om 3 punten te pakken. Even over jouzelf. Hoe heb jij de eerste maanden bij ADO Den Haag beleefd? Ik vind het heel mooi hier. Ik heb, ik ken de jongens nu iets langer en ik ben blij om hier te zijn. Ik ben blij om met de spelers op het veld te staan, om minuten te pakken. Dat is het belangrijkste voor mij. Het gaat nu erom dat ik mij verder doorontwikkel en gewoon ook op het veld presteer. Dat kan met doelpunten. Het moet met doelpunten ook, maar het gaat ook daarom dat ik constant goed speel, dat ik belangrijk ben voor het team, dat ik het team help op het veld, verdedigend maar ook aanvallend natuurlijk. En maar ik vind het leuk hier. Zo'n doelpunt tegen Feyenoord, dat geeft jou denk ik ook wel de nodige zelfvertrouwen. Ja, het was belangrijk voor mij om niet 5 wedstrijden te moeten wachten tot ik kan scoren hier voor ADO. Maar nu gaat het erom meer doelpunten te scoren. Merk jij ook dat jullie als team ook wel wat dichter naar elkaar groeien? Ja, ik heb het gevoel dat wij buiten het veld echt goed met elkaar kunnen. Ik heb contact met heel veel jongens en ik voel me heel goed hier met de jongens. En op het veld ook. Wij worden steeds beter, denk ik, in de afspraken wat wij willen doen op het veld. Maar wij moeten het ook echt op het veld laten zien tijdens de wedstrijd. Niet alleen in de training. En dat is het belangrijkste, ja. In de voorbereiding hebben wij ook al tegen AZ gespeeld. Dat was een wedstrijd die je ook niet snel zal vergeten, denk ik. Ja, was mijn eerste wedstrijd voor ADO. En ik heb gescoord en daar was ik natuurlijk ook blij mee. En ik hoop dat ik het zondag weer kan doen.